Zo. HBM heeft me uitgedaagd om deze maand een gaaf project te gaan bouwen. Dus ik zat eens na te denken en in huis rond te kijken van wat kan ik nou gaan bouwen. En toen vond ik dit. Hier ligt altijd wel veel. Haha, jackpot. Dit hier is de RC-auto van mijn zoontje. Leuk ding, maar ik vind hem persoonlijk net wat aan de kleine kant. Dus, ik ben wat spullen gaan bestellen en ik dacht, laten we hem gaan supersizen. Iets grotere bandjes, hè, zoals je ziet. Twee motoren. Ook niet onaardig. Dikke plaat aluminium. En ik heb zelfs het ontwerp al gemaakt. Laten we naar de computer gaan. En dit is wat we vandaag gaan maken. Dus wat zien we hier? Een middenstuk waar de regelaar in komt. De accu's. De twee motoren die we gezien hebben. Wat pulleys. Vier grote banden. Heel gaaf moeten worden. Oftewel, dat gaan we doen. We gaan een groot voertuig maken. Dikke banden erop. Die als het goed is op twee kanten kan rijden. Beetje pit heeft. Laten we aan de slag gaan. Ik heb de freesprogramma's al geschreven. Dus dit kan op de frees. Die is gesponsord door HBM. En HBM heeft iets heel cools. Namelijk de hele maand mei staat in het teken van het HBM Toolfest. Het online festival voor alle mensen met dezelfde passie. Namelijk gereedschap en dingen maken. En dat is ook precies waar het om draait. Het dingen maken en het delen daarvan. En wat ik dus heel cool vind hieraan is dat HBM een website gemaakt heeft waar jij jouw project kan posten. Met alle dingen eromheen. En andere mensen kunnen dat ook doen. En zo kan je dus op die website al die gave projecten kijken van elkaar. En daar inspiratie uit op doen. Ik ga dat ook doen met dit project. Er zijn nog een paar hele coole YouTubers die dat gaan doen. Dus steek je handen uit de mouwen en ga aan de slag. En dat kan natuurlijk niet zonder goed gereedschap. Dus HBM heeft ook deze maand weer heel veel super goede deals voor je klaarstaan. Dus als jij die ene tool hebt die al super lang op je verlanglijstje staat, of die je nu nodig blijkt te hebben voor je project, dan is dit je kans. Dus ik ga weer door en jij ook. Een prachtig ding, maar overal troep. Echt de enige plek waar het niet zit is in mijn haar. Mijn trui en mijn broekzak zit altijd vol. Maar goed, het werkt wel en ik heb hele mooie schuine randjes. De twee platen komen met spacerbusjes aan elkaar vast en die ga ik op de draaibank maken. Simpele 30 mm lange busjes met een tweekanten schroefdraad. Op die manier kan ik heel mooi die afstand tussen die platen heel strak maken. En die moet je zien. Dikke motoren, middenstuk, zijplaten, pulleys, asjes, tussenpennen, nog meer pulleys, lagers. Ik heb alles compleet. Laten we met elkaar gaan zetten. Tada, daar hebben we hem. Best wel robuust, al zeg ik het zelf. En niet super zwaar. Ook niet licht, maar geen 100 plus kilo zoals Mudster. Dus, hier moeten nu die wielen op gaan komen. Kijk, die komen hier. Om je een beetje idee te geven, die komen zo. Dat is wel gaaf, toch? Maar die wielen blijven niet vanzelf hangen, daar hebben we assen voor nodig. En om die assen dan weer te maken... Ik had de zekering eruit geknald in de werkplaats, dus ik had even geen stroom. Maar gaf me wel mooie gelegenheid om bij daglicht de elektronica aan te sluiten. Dus kijk...
Deze doet het. Ik moet de regelaar verder nog instellen. Ik zie dat deze steeds een klein beetje draait. Het is maar een heel klein beetje. Met de wielen erop ga je dat niet merken. Maar ja, dat soort dingen moet ik vanaf. En ze draaien nog de verkeerde kant op. Ook dat kunnen we oplossen later in de software. Eerst door met de assen. Want hier gaan vier grote wielen opkomen. Ga ik je laten zien. Kat zal laten zien natuurlijk deze mooie wieltjes. Die komen hier aan de zijkant. Om je een beetje een idee te geven. Best wel vet dus. Die wielen blijven natuurlijk niet vanzelf hangen. Daar hebben we assen voor nodig. Vier stuks. Elk wiel één. En om dat te kunnen doen, heb ik een klein stukje rond 50 besteld. Lekker gemaakt, Emiel. Moet je dit zien? Best wel gaaf, toch zo? Ik vind het wel. Hij is nog helemaal niet zo heel zwaar. Dus hij waait ook niet weg. Maar ik hoop, dit is natuurlijk de bedoeling, dat hij niet te zwaar is. En dat hij dus ook daadwerkelijk kan gaan flippen straks. Dat is het hele idee van de grote wielen. Dus, maar voordat we dat kunnen gaan testen, moet natuurlijk de aandrijfriem erop. En die heb ik zo bedacht. Die gaat om de grote poelies en dan maakt hij een gekke lus. Voor de aandrijving. Dat we die erop gaan zetten. Oké, dit is veelbelovend. De motoren lijken het goed te doen. Ze worden nauwelijks warm. De regelaar lijkt het goed te doen. En volgens mij gaat hij best wel hard. En heeft hij ook best wel wat power. Dus, we gaan de wielplaten van de frees halen. Wielen monteren. En dan kunnen we hem gaan testen. Aan één kant de wielen, andere kant nog niet, maar man. Dit is iets groter dan ik had gedacht. Je kan het natuurlijk wel meten in 3D en zo. En toen kwamen die wielen binnen, toen dacht ik al van oeh, iets groter. Het was wel gewenst. Maar dat het zo vet zou worden, dat had ik niet bedacht. Daar gaan we. Laten we kijken wat hij doet. Oké, een van de riemen is er los, die gaat doorslippen. Ik weet niet of die al stuk is of niet, maar abort. Abort test. Ik heb de tandriem strakker gezet en laten we kijken of het nu wat beter gaat. Het is al wel een stuk beter, maar het is helaas nog niet weg zoals je kan horen. Maar hij doet het wel goed genoeg, zodat we er eventjes mee kunnen testen.
ook rooksignalen afgegeven. Oké, dit is best wel gaaf. Ik ben best wel onder de indruk van hoe die doet. Dat mag je wel zeggen. Plausibel, zeg ik gewoon. Alleen, zoals je gezien hebt, ratelt hij nog een beetje. Zoals je dat gehoord hebt eigenlijk. En dat heeft de volgende reden. Er zijn twee dingen eigenlijk mis. Punt 1. Alle poelies raken los. Ik heb al deze poelies die hier op die assen zaten, die heb ik al vast moeten zetten. Die zitten nu gelijmd, want die stelschroefjes, zit zo'n stelschroefje in de as, die was gewoon helemaal door het aluminium gaan draaien. Te veel kracht. Hoor je me niet gauw zeggen, maar te veel kracht in dit geval voor die dingen. Die zitten vastgelijmd, dat probleem zou gewoon voorholpen moeten zijn. Nou, is deze los gaan zitten? Nou ja, daar ga ik ook een nieuwe as voor moeten maken. Beter vastzetten, gewoon met een spie, zoals dat vaak gebeurt. En het andere probleem, dat zit hier. Dit is een spanner. En dit zijn de poelies zoals die op de assen zitten, zoals je al ziet. En dit zit best wel strak, maar niet super strak. Ik heb hier geen stelbare spanner op gemaakt, omdat ik dacht, dat is niet nodig. Ik kijk wel even waar die moet, trek hem strak, boor een gat, helemaal goed. En dat lijkt ook wel te werken, het zit allemaal best wel strak. Maar gewoon met de kracht die hierop komt, gaat hij daar overheen slippen. Ik denk hier, maar weet ik niet zeker. Ik hoor hem ratelen, ik zie geen schade. Ik moet duidelijk nog even aan de slag om deze aandrijving iets meer solide te maken, zodat hij al deze krachten aan kan. Maar ik heb nog twee gave dingen voor je. Namelijk, op zaterdag 27 mei is er bij HBM op het winkelterrein het HBM Toolfest. Hier kom ik naartoe met mijn project en wat andere coole projecten, zodat je hem in het echt kan gaan zien rijden. Even ervan uitgaande dat hij het gaat doen. En ook de andere YouTubers die hier aan meedoen, komen daar naartoe met hun project. En ik heb hier een gave video voor je. Zie je daar.